Vandaag ben ik bij Patricia van Cocozie, die me alles over deze leuke taart gaat vertellen. Nou, leuk Patricia dat ik een kijkje mag komen nemen. Kun je me iets meer over jezelf vertellen? Ik ben Patricia, 44 jaar en de moeder van een zoontje, Zidan. En we wonen hier met z'n tweeën en al onze dieren. Ik denk al wel gezien. Ik haak. Ja, en je haakt ook niet onder op de naam Patricia, toch? Ik bedoel, nee, daar, klopt. Waar kunnen de mensen je van kennen, zeg maar? Collars bij Cocozie. En hoe kom je daarbij? Nou, ik heb eerder al een webshop gehad in verkochte glaskralen. Die maakte ik ook zelf. Ja. En het heette Coco Beats. Coco is een vroeger hondje van mij. Maar omdat ik nu dus overstap ben van de kralen naar het haken en het poppenkleertje en andere dingen, moest de naam iets anders. Maar ik vond Coco heel leuk om erin te zitten. En Zie is van mijn zoontje, Zidan. Ja. Dus in combinatie is dat Coco is die geworden. Dus echt iets van jezelf. Ja. Nou ja, je haakwerk staat op tafel. Mm-hmm. Wat is je eerste patroon? Staat dat hierbij? Mijn allereerste patroon waren de bijen. En deze. Oh, een bijenvrouw en een bijenman. Ja. Een schoonzusje van mij die vroeg of ik bijtjes voor de wilde haken voor in de kleuterklas. Nou, en dat zijn gewoon echte grote bijen geworden. Ja. En je kon toen ook al haken of is dat ook iets van toen? Nee, ik haak al wel iets langer. Ik denk nou een jaar of 8 ongeveer. Maar mijn eerste patroon is zijn dat de bijen. Geworden. Ja. En hoe ben je eraan begonnen? Is dat dan dat je het in je hoofd hebt of hoe begin je aan jouw haakpatronen? Nou, eigenlijk begin ik... Ja, ik begin te haken. Ja, ik heb natuurlijk wel iets een idee van zoiets wil ik maken. En ik begin te haken en ik schrijf het meteen op. En Het ontstaat. Ja, het is niet dat ik van tevoren ga tekenen of dat niet. Nee, gewoon lekker uit de bolwol komt het tevoorschijn. Ja. Leuk. Ja. En de bijen zijn er en ik zie hier een hele leuke taart ook. Ja, een muizentaart. Hoe ben je tot dat idee gekomen? Nou, dat idee, ook weer mijn schoonzusje. Die wilde graag voor in de klas een taart, pas de kinderen jarig waren. En hier is een kleinere versie. Dat was eerste versie die ik dan ook voor haar heb gemaakt. En dus zo ben ik eigenlijk op de taart gekomen. Steeds wat veranderingen aangebracht en het iets groter werd. En, ja, en ook meer kaarsjes zie ja, klopt, wel, ja. Erop staan. Ja. Wat leuk. Ja. Met al die muizen erop. Dus al met muizen heb je ook, denk ik, iets, als ik het zo zie. Ja, ja, dat vind ik leuke beestjes. En, dat is ook een dit, stel. Ja, dat is mijn nieuwe patroon. Heb ik hier ook als... Zo is hij helemaal compleet. Oh, ja. Leuk. Dus, en je haakt ze ook gelijk in vaker, zeg maar zo. Ja, meteen ook om natuurlijk zelf ook mijn patroon te testen. En ook meteen weer wat aanpassingen te doen. Ja. En ook voor kleur. Op een gegeven moment voor het patroon wil je toch de goede kleuren gebruiken. En soms heb je net kleuren gebruikt dat je achteraf denkt van nou... Doen we even iets anders. En ja, want dan, deze zijn ook echt alle drie anders. Ja. Maar ik vind ze alle drie heel leuk hoor. Ja, maar dat is dan gewoon, dan is het niet helemaal naar mijn zin. Dan haken ze nog een paar keer. Ja, en dit is dan jouw favoriet geworden nu? Nu voor de uitwerking. Ja, voor de uitwerking wel. Hè, ja, ja dus, ik zie er niet heel veel verschil, maar... Nee, maar het is, er zit iets... de details, ja, leuk. Ja, klopt. Hey, en ik zie er ook een wandhanger ook. Ja, dat is dat hertenkopje. Gewoon als... Oh, leuk, er zitten zelfs belletjes in. Ja. Wat leuk. Tussendoor kleine patroontje. En dan heb ik ook de gelukspoppetjes. Ja, volgens mij liggen die hier onder de muizen. Ja, oh, hier heb ik ook inderdaad eentje. Ik wou zeggen. Gewoon een leuk klein patroontje voor... Voor aan het bos. Of je kunt ze natuurlijk ook heel leuk in een tak. Heel leuk, ja. Je kunt er alle kanten op. Ja. Leuk. Met kralen en een cactus zeg ik heb je daar. Ja, klopt. Ja. Ook al zo leuk. En je werkt ook veel met kleur. Ja, dat is echt mijn ding, kleur. Ja, ja dat is hoe meer kleur, hoe beter. En dat vind ik erg leuk. En daar herkennen mensen vaak ook mijn spullen aan. Want het is niet alleen in het haken, maar alles wat ik maak, dat is altijd kleurrijk. Zit kleur in. Ja. Leuk. En heb je een favoriete haakplek in huis of buiten huis of waar dan ook? Nou ja, ik zit heel graag hier waar ik nu zit, lekker in het hoekje. En dan heb ik hier op de leuning altijd een schrijfblokje om dingen op te schrijven. Als ik iets aan het haken, wat ik moet onthouden.
En ja, of buiten vind ik ook heel fijn. Gewoon in de zomer lekker s'avonds even buiten zitten. Gewoon lekker rond huis. Ja, ja. En heb je ook een favoriete haakgaren of materiaal waar je mee werkt? Het liefst haak ik eigenlijk meest met Catania. Gewoon lekker katoen, met katoen. Ja, 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 en ik heb soms zelfs voor dekens. Dus hier heb ik een deken ik met dropsperres. Oh. Maar ja, dat vind ik ook heel fijn haken. Oh ja, dan krijg je ook echt een hele mooie deken. Ja, maar het wordt vaak wel iets zwaarder. Maar voor de poppen gebruiken het ook wel eens. Dan worden ze net weer wat groter. Ja, worden ze groter en denk ik. Ja. Dus, leuk. Ja. Dekens haak je ook graag? Of je vooral... Nou, de dekens. Toevallig heb ik hier nu een paar liggen die ik uiteindelijk wel af heb. Want vaak is het dan denk ik, oh leuk, die deken ga ik haken. Maar dan ben ik. Dus denk ik, oh nee, dan wil ik weer wat anders. Dus dan vaak wordt het dan een kussen. Want dan heb ik al een stukje en ik, dan maak ik gewoon een kussen van. Dan duurt het te lang. Ja, dan duurt het voor mij te lang. Ja. Ja, want dit is ook een hele leuke. Met van die gekleurde blokken. Maar ja, ik snap wel wat je tenminste. Ja, ik word ook heel blij van amicromie. Ja, ja, inderdaad. Dan is het gewoon, op een gegeven moment, als het klaar is het gewoon klaar en leuk. En dekens, Snap ik. Hey, en wat kunnen we nog allemaal gaan verwachten van jou? Heb je nog iets op de haaknaald staan? Op het moment ben ik met de laatste afwerking bezig dan voor deze. Die nog wat laatste dingetjes doen voor het patroon. Maar verder ben ik ook mutjes aan het haken voor bluitpoppen. Die ik ook verkoop. Dat ben ik op het moment heel erg aan doen. En mijn broer die wordt opa. Dus daar moet ik ook voor aan het haken. Oh, babydekens en dat soort dingen. Dus, er staat nog genoeg op. Ik kan ook vooruit, ja. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Oké. Wat er allemaal nog uit jouw haaknaald komt. Ik ga je in ieder geval volgen. Oké. Nou, bedankt dat ik langs mocht komen. Ik vond het heel leuk om even een kijkje in jouw keuken te nemen. Ik vond het heel leuk dat jullie geweest zijn. Dus, En ik ga het allemaal zien. Oké. Dankjewel. Graag gedaan.